Het landschap van de Hoge Veluwe is apart in zijn soort, omdat het nu al bijna een eeuw lang op precies dezelfde manier is beheerd. Al in 1921 koopt Anton Kruller een kudde mouflons, die net als schapen het gras tussen de heidestruiken weggrazen. Samen met de specifieke begrazing door reeën en herten en het gevroet van wilde zwijnen ontstaan specifieke mozaïeken in de vegetatie die kleinere dieren de juiste omgeving bieden.